Vandaag word ik meegenomen door Arnhemmer Kees Kant langs de Romeinse en Griekse mythologische beeldenserie die Arnhem rijk is. Kant is de initiator van de crowdfundingsactie om Jupiter terug te laten keren. Meneer Kant, wanneer zijn deze beelden hier aan de Singels in Arnhem gekomen? 1859. 1859, toen kwam hier achter, waar nu de Musis parkeergarage is, kwam meneer Van Brakel tot Den Brakel te wonen. Die was eigenaar van een groep van 8 beelden, een tuinvaas en nog een grote beeldengroep. En die heeft ze toen aan Arnhem geschonken. En waar werden ze voor het eerst geplaatst? Oh, dat is heel lang geleden. Ze zijn gemaakt in opdracht van de eigenaar van een landgoed Boom en Bos aan de Vecht. Het latere gemeentehuis van Breukelen. En dat was in 1712. Dus dit beeld is ruim 300 jaar oud. En ze zijn allemaal zo rond de 300 jaar oud? De beelden zijn in één keer gemaakt door Ignatius van Lochteren. Was destijds een hele bekende beeldhouwer in Amsterdam die dit soort beelden maakte. Een groep van 8 in paren van, 4 paren van 2. En ja, er zijn er nog 6 van over. En waar zijn dan die anderen gebleven? Ja, dat is een heel verhaal, maar heel in het kort. De oorspronkelijke beeldengroep was 8. 2 beelden zijn in, door en na de oorlog verloren gegaan. Dat is de Jupiter, dat was de oppergod in de serie. En een afbeelding van een Bacchus, die van een natje en een droogje hield. En zo zijn er nog 6 over. Ja, van het Musis naar de Lauwersgracht, waar Pluto staat. Wat kun je over hem vertellen? Pluto is de god van de onderwereld. En het leuke of het bijzondere is dat Pluto hier met een knot staat, maar dat klopt niet. Hij had een tweetand moeten hebben, want de knots hoort bij Hercules. En, ja, dat is vaker gebeurd bij restauraties. Dan werd er een besluit genomen over een attribuut en bleek achteraf niet helemaal te kloppen. En wie hoort er bij Pluto? Pluto, de gemalin van Pluto was Perséfone, de godin van het dodenrijk. En die staat verderop van Musis afgezien richting Willemsplein, het eerste, tweede, derde beeld. Nou is de beeldhouwer Ignatius van Lochteren, was natuurlijk een Nederlander. Ja. Die heeft deze beelden allemaal gefabriceerd. Wat was zijn voorbeeld? Waardoor werd hij geïnspireerd? Nou, bijzonder nog, hij heeft deze beelden, de groep van 8 heeft hij gemaakt toen hij 28 jaar oud was. En hij werd geïnspireerd door een Fransman, Daniel Marot. Die heeft heel veel schetsen gemaakt van ornamenten en dit soort beelden. En deze schets staat in zijn Livre des Statues. En ja, dat is de basis geweest voor dit beeld. Wat ik me afvraag, meneer Kant, waarom zijn die beelden gewoon uiteindelijk beschilderd en van een laagje voorzien? Vroeger, dan werden ze in de wintermaanden, dus als wij hier gestaan hadden voordat ze geschilderd werden, dan hadden we hier een bekisting gezien. Ze werden ingepakt in een bekisting en dan van half oktober tot de ijsheilige, dan zaten ze ingepakt. Later zijn ze ze gaan schilderen. Gaf een betere bescherming voor de zandsteen. En het is niet zomaar een verf, het is een speciaal soort verf die ademend is. Dus waardoor die zandsteen eigenlijk feitelijk niet beschadigd is. Een soort bescherming. Zijn we lief voor deze beelden, Arnhem? We zijn lief geworden. Ik denk dat in 1859, toen Arnhem deze beelden kreeg, dat ze niet goed geïnformeerd zijn door Van Brakel wat hij schonk. Ik denk dat het geduurd heeft tot Fischer deze beeldengroep die zoekgewaand werd weer ontdekte. Dat was een auteur, hè? Fischer is de man die alle materiaal verzameld heeft over Van Lochteren. En die heeft in 1965 bij een bezoek aan Arnhem deze beelden in Zijpendaal waar ze stonden en later in de stad heeft hij ze teruggevonden. Dit is het Velperplein. Dit is zo'n mooie plek met zulke mooie oude bomen. En natuurlijk weer een beeld van Van Lochteren. Ja. Wat wil dit beeld zeggen? Dit is de afbeelding van een bacchante.
En de Bacchante is gewoon in de mythologische mythologie een vrouwelijke dame. Haar partner was Bacchus. Nou, Bacchus is de god van de gezelligheid en van de drank. Dit beeld was Zoek. Daar heeft u een persoonlijke noot bij. Ja, er kwam een beeld uit, beelden op stand. En toen meende ik een opmerking te moeten maken van bij de samensteller. Die had gemeld, beeld is Zoek. Dan heb ik gezegd, nee joh, dat beeld staat in Arnhem-Zuid. En toen zei hij met zoveel woorden, Kees, hou op met je gouden hoer. Dat beeld is Zoek en als je niet gelooft, ga je het maar zoeken. Nou, heb ik gedaan. En toen kwam je uiteindelijk bij dit beeld en het was niet helemaal intact meer. Nee, het was behoorlijk beschadigd. Het hoofd had losgezeten, was provisorisch gerepareerd. De linkerarm was weg, de rechterarm was weg en een gedeelte van de voet was weg. Maar waar vond u het beeld precies? Nou, het beeld stond bij de beeldhouwer waar het door de gemeente Arnhem in opdracht gegeven was om op afroep gerestaureerd te herplaatsen. Dit beeld heeft een andere kleur dan bijvoorbeeld Pluto. Dat klopt. Dit beeld is behandeld met een ander soort verf. Het heeft een iets andere kleur, maar het effect is precies hetzelfde. Het beeld, het zandsteen, wordt erdoor beschermd. Vindt u het een mooi beeld? Ja, ik heb iets met het beeld. A, het feit dat ik er 11 weken naar gezocht heb op internet en dat ik het gevonden heb. Ja, en dat is gewoon een kwajongensstreek waar ik nog steeds verschrikkelijk veel plezier aan beleef. Is er nog een naam te noemen van wie belangrijk is geweest voor dit beeld? Zonder die naam en die persoon was dat beeld hier niet geweest. En degene die eer verdient is de toenmalige, 2012 praat ik over, wethouder van de gemeente Arnhem, Margreet van Rassel. Het is dankzij haar dat dit beeld hier weer staat. Dat geldt ook een beetje voor het beeld Juno? Ja, dat klopt. Toen dit beeld werd onthuld was Sint-Nicolaas hier aanwezig. En die heeft verteld dat de Juno ook al een hele tijd bij een restauratieatelier stond. En de wethouder was zo vriendelijk om Sinterklaas te beloven dat ook dat beeld herplaatst zou worden. Ja, later stond hij voor een Muses, waar we straks ook waren. Ja, in totaal gaat het om 8 beelden van Ignatius van Lochteren, de beeldhouwer. We staan nu voor beeld nummer 4. Wie is het? Dat is Neptunus, de god van de zee, herkenbaar aan zijn drietand. En ja, dit beeld staat er al heel lang. Mooi beeld? Ja, ik vind al die beelden mooi. Al die beelden mooi, geplaatst in de tijd dat ze gemaakt zijn. Die beelden zijn dus zo'n 300 jaar oud. Ja, je zou zeggen, misschien is er heel veel veranderd in al die jaren. Klopt dat ook? Als je de oude foto's van die beelden bekijkt, van deze niet. Maar al die beelden hebben op de een of andere manier in het ornament wat ze in de hand hadden, de stand van de arm of de stand van het hoofd. Er is bij al die beelden wel iets veranderd. Hoe zou de Arnhemmer tegen deze beelderij aankijken? Je merkte net aan de reactie van een passerende Arnhemmer dat hij heel enthousiast reageerde. En ik hoop dat dat niet de enige is, maar ik zou zeggen, vraag het eens aan de Arnhemmer. Er zijn er ook 2 die missen. Waar zouden die kunnen zijn? Die 2 zijn na de oorlog, omdat ze zodanig beschadigd waren, zijn die niet gerestaureerd. Dus die zijn definitief verloren gegaan. En om welke gaat het? Dan gaat het om een afbeelding van de Bacchus en de Jupiter. Ja, en de Jupiter was in de hele serie de oppergod. Dus ja, daar zou het prachtig van zijn als die weer terug zou kunnen komen. Ja, daarom staan we hier ook een klein beetje. Want u bent een actie gestart om te zorgen dat de Jupiter helemaal vanaf de grond weer wordt gebeeldhouwd. Klopt. Het idee is en een projectplan en de samenwerking hebben we met Arnhems historisch genootschap Prodesse con Amour om geld bij elkaar te krijgen om dat beeld weer als kopie aan de hand van foto's terug te laten komen in Arnhem. En wanneer zou dan het beeld uiteindelijk gestalte moeten krijgen en geplaatst moeten worden? Ja, daar hebben we het volgende voor bedacht. Het is in ieder geval in de oorlog zodanig beschadigd dat het verloren gegaan is. Aanstaande september is dat 75 jaar geleden. En in ons projectplan noemen we het weer opnieuw vervaardigen van dat beeld het laatste herstel van oorlogsschade.
Mogen we hopen dat het er gaat komen? We hebben tot nu toe hebben een fondswerving gestart. We hebben een bedrag toegezegd en bij elkaar van 13.000 euro. Waarvan 2.000 euro, hartelijk dank voor elke Arnhemmer, van Arnhemmers. We missen nog 27.000 euro. En hoe kunnen mensen geld overmaken? Er is een rekening van Prodesse die beschikbaar is. En we hebben in onze flyer staan, elk bedrag is welkom. In die flyer stond nog van 1 tot 40.000 euro. En dat wordt dus nu van 1 tot 27.000 euro. Ja, en op Jan Singel, waar heel veel gebouwd gaat worden. Er worden kantoren omgevormd tot appartementen. Daar staat de Venus. Wat kunt u over dit beeld kwijt? Dit beeld, nou, dit is er, laat ik zo zeggen, speciaal neergezet voor al die mensen die daar gaan wonen. Nee, dat is een grapje. Venus is de partner van Neptunus, die we net zagen. De godin van de liefde. Staat ze er niet stralend bij? Dat is prachtig. Zou het beeld ook op iedereen van toepassing kunnen zijn? Iedereen die positief denkt, kan zo over de liefde denken, denk ik, ja. Het zesde beeld van de beeldhouwer Ignatius van Lochteren is Persephone, de wederhelft van Pluto. Het beeld Jupiter zou dus kunnen terugkeren op zijn eigen plek van voor de oorlog, voor het Vesta-gebouw.